nummer 5, de Indianapolis 500 van dit jaar. Het was Will Power die won die wedstrijd, maar het was eigenlijk minder spectaculair. Wacht, even de opnames. Kan die stoppen? Ja, dat is het. Nee, dit is echt heel belangrijk. Is serieus? Ja. Nee, het staat erop. Het is niet net. Wacht. Ik meen het. Oké, breaking news, Alonso stopt. Ik kom zo terug, even kijken. Bizar nieuws dit, Fernando Alonso stopt blijkbaar met Formule 1 aan het eind van dit seizoen. Hij verlaat het team van McLaren-Renault en na 32 overwinningen, 2 wereldtitels en al voor teams te hebben gereden als Minardi, Renault, McLaren, Ferrari en uiteindelijk weer in 2015 is hij weer teruggekomen bij McLaren. En nu gaat hij dus stoppen. Maar wat gaat hij dan doen? Hij gaat of naar IndyCar, want hij moet nog de Indianapolis 500 winnen. Gaat hij dan dat bij het team van Andretti doen of komt McLaren met een eigen team? Sowieso blijft hij waarschijnlijk bij Toyota in het Wereldkampioenschap. Dat is natuurlijk ook wel interessant om te zien. Dit weekend trouwens is de Silverstone, waarbij hij dus gaat meedoen. Maar wat gaat er dan gebeuren? Want voor de rijdersmarkt is dit weer heel interessant. Want wie gaat dan waar naartoe? Daniel Ricciardo gaat naar Renault. Maar gaat zeer waarschijnlijk, denk ik dan, Carlos Sainz naar McLaren. Want, doet me een beetje denken aan 2013. Mark Webber stopte, hij kwam natuurlijk uit Australië. En Daniel Ricciardo kwam ook uit Australië en hij reed bij het team van Toro Rosso. Maar we hebben stopt dus bij Red Bull en toen ging Ricciardo promoveerde naar het team van Red Bull. Dus waarschijnlijk zou het mij niks verbazen dat Carlos Sainz als jonge Spanjaard misschien wel de grote Spanjaard van Alonso gaat opvolgen bij het team van McLaren. Dat zou best wel vet zijn. Op zich lijkt het mij ook wel interessant om te zien hoe het dan verder zou gaan. Ik denk dat dan in principe, ja, als we dan kijken, dan denk ik dan wel dat Stoffel van Doornen wel blijft bij het team van McLaren. Maar wat vinden jullie van dit nieuws? Het is breaking news. Ik was bezig met een Rules Race Report top 5, de 5 beste races tot nu toe van 2018. Het was letterlijk breaking news. Sorry dat het misschien een beetje raar uitzag, maar ja, het was wel mijn live reactie. Dat is wel netjes. Hier komt trouwens het filmpje wat Fernando Alonso heeft gemaakt om het te announcen als het ware dat hij zou gaan stoppen met Formule 1. Ik ben Damien van Heijden, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. En laat weten wat je van dit nieuws vindt in de reacties beneden. Dag! You were not expecting me and I wasn't sure I wanted to get to know you. When I barely knew how to walk, I ran towards your noise, your circuits, without knowing anything about you. We had very good times, some unforgettable, others really bad. We have played together against incredible rivals. You played with me, and I learned how to play with you too. I have seen you changing, sometimes for good, and sometimes, in my opinion, for bad. Every time I close the visor of my helmet, I feel your warm embrace, your energy, there is nothing like it. But today, I have some of the bigger challenges that those you can offer me. And this year, while still driving at my best, is how I want to remember you. I can only be grateful to you and to the people that are part of you for having introduced me so many cultures, traditions, languages, wonderful people, for having been my life. I know you love me, and be certain that I love you too.